Wat zou je dan aan haar vragen? Ik denk dat het maar niet goed is als ik dat hier op de camera ga zeggen. Dan worden de mensen thuis boos. Vandaag is mijn gast in Ziggo Have a Seat. Leon van Gelderen. Sinds 2015 zit je bij Ajax. Yes. Weet je nog wat er gebeurde toen jij hoorde dat je naar Ajax toe mocht? Ik speelde toen bij AZ. En toen vroeg Ajax mij. En ik was vroeger ook altijd al een beetje Ajax-fan. Ja. Dus het was wel mooi dat Ajax me vroeg. En ik zei eigenlijk gewoon gelijk ja. Heb je toen iedereen gebeld? Toen ik de trainers van AZ allemaal had verteld, belde ik daarna wel al mijn vrienden op van ik ga naar Ajax. Waar ook blij voor mij. Nu zit je lekker met mij in Ziggo Have a Seat. Yes. Zullen wij hier gaan zitten? Ik ga hem anders stappen. Zo? Ja, dit is hem. Dit is hem. Dit is hem. Dit is hem. Ja! Liam, eerste vraag. Yes. Dit eet ik het liefste? Pizza, denk ik. Omdat ik het niet zo vaak mag eten. En anders gewoon het eten van mijn moeder. Deze teamgenoot is mijn beste maatje. Het zijn er twee, eigenlijk. Urien en Quinten, maar dat is gewoon één. Snap je? Gewoon dikke vrienden. Volgende vraag is een kleine gewetensvraag. Zou je liever Brad Pitt zijn of liever Joel Veltman? Joel Veltman. Is dat iemand tegen wie je ook wel opkijkt? Ja, tuurlijk. Al die jongens van Ajax 1 wel. Met deze persoon zou ik wel eens een beschuitje willen eten. Kim Kardashian. Wat zou je dan aan haar vragen? Ik denk dat het maar niet goed is als ik dat hier op de camera ga zeggen. Dan worden de mensen thuis boos. Oké. Deze teamgenoot zou ik wel eens willen ruilen van leven voor een dagje. Brobby, ik wil ook een keer zo sterk zijn. Dit is mijn grote voorbeeld. Mijn moeder, mijn broer, mijn vader en mijn zusje, alle vier. Gewoon omdat ze mij altijd hebben geholpen. Als je nou thuis komt na een verloren wedstrijd, ja. Hoe vangen ze jou dan op? Meestal met een broodje ei. En dan ben ik gewoon weer rustig met een theetje erbij. Met deze teamgenoot overleef ik nooit op een onbewoond eiland. Mooi camper, omdat hij hele vieze scheetjes laat. Daarom. Ik kwam van Cambuur, hadden we gewonnen, 2-0. Zaten we in de bus met z'n allen. Toen had Boy een scheet gelaten. Ik heb hem gewoon van Leeuwarden naar Amsterdam. Heb ik hem de hele tijd geroken. Staf die voorin zat, keek gewoon naar achter. Ze roken het gewoon. Dit is mijn ritueel voorafgaand aan de wedstrijd. Ik doe altijd sowieso eerst mijn linkerkous. Dan rechts. Dan doe ik eerst mijn linkerschoenen. Dan mijn rechts. Stel je voor, ik wil eerst met rechts mijn schoenen ineens aandoen. Denk ik, nee. Vroeger had ik een onderbroek. En die deed ik alleen op zaterdag aan. En toen wonnen we altijd. En toen was hij één keer kapot gegaan. En toen moesten we tegen Volendam. Nee. Hadden we gelijk verloren. Nee, die onderbroek. Gewoon door die blauwe onderbroek. Dit is mijn doel dit seizoen. Nieuw contract verdienen bij Ajax. Liam, dan zijn we nu toegekomen aan een zitzak werpen. Maar ik kan niet gooien. Wacht. Nog een keer. Opnieuw. Take 2. meter 43. Voor iemand die niet kan gooien, dames en heren, vind ik 10 meter 40 echt ver. Ik ook. Toch? Ja, best wel. Dankjewel, Liam. Yes. En heel veel succes dit seizoen. Ja, dankjewel. Was gezellig. Dankjewel. Yes. Inside Ajax. Iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. Gratis voor Ziggo klanten.